gasten, want het is weer vaste. Lopen hee in Limburg, hoos. Dus vaste lopen gasten is begoos. Vaste lopen gasten, want het zal weer vaste. Lopen hee in Limburg zien, en wie is toch de Berry Biolien? Hey, hey, hey. De Berry, dat is Berry van Brasserie Het Voshoes in Barneld. In Barneld, maar eigenlijk best een Vlaris, hè? Ik ben een echte Vlaris, ja. Ik kom uit Gelen. En dan vier ik ook meestal carnaval op de dinsdag. Dinsdag is de vrije dag en de rest van de carnaval is het werken voor u. Dat klopt helemaal. En s'morgens is een tabanne te optocht. En dan hebben we hoofdzakelijk tot de gastenbios komen eten. En de spek en ei, denk ik dan, of niet? Dat ook nog. Dat kunnen ze ook nog krijgen bij ons. Heerlijk, ik krijg al honger, want ik dan denk, het is een super drukke uitzending vandaag. Fabrizio is hier en het enige vrouwelijke draaigestirn in Limburg. Welkom bij Vastelovend Gasten. Vastelovend Gasten, want het is weer vaste. Lopen die in Limburg als Vastelovend Gasten. Vastelovend Gasten. Vastelovend Gasten. Vastelovend Gasten. Ja, Vastelovend Gasten. We hebben het kei moeilijk bij L1. Ik zeg het iedere dag te zien om mensen een inzamelingsactie begos om geld bijeen te verzamelen voor L1. Zodat we de 11e van de 11e toch nog kunnen organiseren volgend jaar. We zien eigenlijk op zoek naar iemand die bovenin wilt gaan zitten. Is dat iemand die vandaag? Ziet gij dat toevallig? Ja, echt? Nou, dan doet hij padje af, want we hebben een cameraman nodig. Een drone kosten we niet betalen. Gij ziet vandaag de drone. Gij filmt alles vanuit een hoger perspectief. Gij kunt alle prinsen zien, gij kunt Fabrizio zien, gij kunt Björn en Mieke zien. Maar ja, je moet wel die opzetten, want nu ziet je... Roon, door kloon, Roon. Wie heet gij? Normaal, Roon. Heet gij serieus, Roon? Roon houdt normaal, maar ze noemen mij Roon. Is dat echt hoor? Ja. Dames en heren, niet alleen de kloondroon, maar vandaag Roon de kloondroon! Neem ik morgen weer terug om een zitje Jolien stond door ergens tussen de prinsen. Ja, hoi Roon, de kloondroon. Ik zou zeggen, laat de muziek maar komen, want de prinsenpolonaise gaat van start. En we beginnen eigenlijk met de prins van... Nee, wacht even. Hier zijn veel te snel. Ja, die moet wegkomen, hè. Maar hier zit eigenlijk de prins van, niet alleen van Ami, een week in Maastricht. Het is de week waar ook de L1-studio ligt. Hier zit de prins van L1. Ja, dat klopt. Een beetje wel, ja, een beetje, hè. Wat vind je van de uitstellingen van Vastelovend Gasten tot nu toe? Tot nu toe zien ze super, maar vanavond gaan we nog beter horen. En van de confetti? Hartstikke leuk. Geweldig. Nu mager doorlopen. Ja. Ja, gang. Want de jeugd is ook nog hier. Prinses en prins... Oh, die lopen ook door. Kijk, dus ik wil ze gewoon niet praten. Hier moet even wachten. De jeugd van de pannenshop. Het hele, kom maar bij, kleine prins. Het zijn broer en zus, hè? Wie is het oudste? Ik. Jij bent? 14. En jij bent? 10. Jullie praten geen blad, want jullie komen uit Heerlen. Ja. Inderdaad. Hoe is het gekomen dat jij... Nee, ik moet het zo zeggen. Jij wilde heel graag prinses worden, maar je moest wachten op je broertje. Ja, ik wou vroeger graag op prinses worden, maar dat is er niet van gekomen. En nu vroegen ze mijn broertje en vroegen ze of ik dan ook prinses wou worden. Oh, toch nog goed gekomen. Hoe is het om samen met je zus op stap te zijn? Leuk. Ja, hebben jullie wel eens ruzie? Soms. Hoe gaat het met broers en zussen? Loop maar snel door. Want de jeugd van de Uskus uit IJs, die zijn ook hier. En die hebben het heel bijzonder, zit je hoor. Die hebben het allereerste vrouwelijke draaigestirn ever. Wie vind je dat? Heel leuk. Ja? Ja. Wie zijn die vrouwen? Ja, wie normaal vrouwen. Normaal vrouwen. Inderdaad. Loop door, geweldig dat je er zit. Met het vrouwelijke draaigestirn. Gewoon voor dadelijk kennis maken. Voor gewoon iets naar Anne. Anne die is voor ons onderweg in de provincie om de Vastelovend in te luiden. Anne uit Rotterdam, moet ik erbij zeggen. Anne, waar ben je op dit moment? Nou, en hebben vanavond een hele statige avond, kan ik wel zeggen. Want we zijn in Koningsbos en we hebben een prins gevonden. Gaan jullie om het hoekje staan daar? Prins Erik moet dat dan zien van de Koningsboes. Dat was let's ook hier. Die had een fantastische medaille. Die zal ik morgen laten zien, want die heb ik nog niet. Prinsen zat ook hier. Maar we gaan even naar Kullen. Want daar hebben ze ook de prins. Maar daar hebben ze wat bijzonders de prins heer. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ja, meer als in drie steen. Meer al of hier
Ja, daar hebben ze een jonkvrouw, een bouwer en een prins. En dat zien alle drie mannen. Dat is het idee van de Dreigestirn in Kullen. En Kullen, ja, dat is natuurlijk in Limburg is ze niet Kullen, maar daar is ze, ja, daar is ze IJs. Dat is eigenlijk het Kullen van Limburg. Hoe ik heet, gij heb gedag. Ja. Daar versta je ook niks van. Gij heb gedag. Zo'n Dreigestirn, dat wil ik ook. Ja, dat klopt. Dus ik stel me voor de Belgen heet. Ze komen vroeger, wilt gij dit jaar als prinses weren? Want dat gebeurt wel dukker in IJs. Ja, ja, of de kind zelf aangeven als ze dat zou willen. Maar ze hebben ook niet gevraagd. Je hebt gevraagd of je het mag doen. Ja. Een combinatie van. Ze vroegen ook wie je gevraagd had of je het mag doen. Toen zeiden ze, ja, wil ze het doen dan? Of, ja. Ja, zo ging het. Ja. Oké, toen zei je, ja, ik wil wel wat bijzonders. Ja. Ja, wat dan? Vertel. Ja, Alfred wou dan voor een dreigestier in. Waarom? Ja, gewoon omdat we dit gewoon fantastisch vingen. En onze vrienden zijn ons in 2009 voorop gegaan. En vier dachten wat hun kinderen, dat kind en vrouw. Dat waren een dreigestirn, maar dan bestonden uit mannen. Ja, uit drie mannen. Waren een extra leuke vaste lovend? Of viel het eigenlijk achteraf gezien wel tegen? Ik denk dat er nu leuker werd. Heb je het nog juks? Ja. Dus toen ging de bel en toen vroeg het, wil je tegen mij een boer weren? Nou, of hij eigenlijk het idee sowieso met z'n drieën. Asper begon te gaan met z'n drieën, omdat hij de jongens als veur zijn gegaan. Dus vrouw, ze gaat Asper doen doof met z'n drieën. Ja, dus... Dit is nu de uitkomst. En dat vind ik het geweldig. Dus, Nou, is het voor de conservatieve vastelovenswereld als slikken dat er vastelovendverenigingen zien die prinsessen uitroepen. Nu komen er ineens drie vrouwen binnen. Dus dat is drie keer in een spaarhoed. Ja, zeker moet kennen. Toch? Ja. Spaarhoed. Nee, we moeten beer drinken. Beer, sorry. Beer, ja, beer. Is er een verschil tussen wie geen de vastelovend viert en een mannelijk dreigestirn? Nee, ik verbroer ze juist wel wie de mannen. We kennen nog wel langer door hoe wie de mannen, denk ik. Dus ik denk dat we het nog... Want je ziet van de goeie oude wal met een mannelijke rood van elf op paard, stel ik niet chauffeur. Ja, dat klopt. Dat moet toch ook een beetje veranderen door een ijs? Alleen maar mannen in de rood. Er gewoon nog vaak genoeg vrouwen met. Toch, de vrouwen van de mannen van de rood. Ja, dat snap ik. Oké, zult je nog één keer van Limburg, want we kennen dat natuurlijk niet, wie zo'n dreigestirn duidt. Zult je nog één keer een typisch dreigestirnachtige 10 seconden kunnen vormgeven met één microfoon? Ik geef hem nu over, doe ik niet duk. Doe ik dingen sloken? Ja, samen. Ja. Vier aan het hart op de richtige plek. Daarom zijn de vier vrouwen ook zo gek. Met hier veel spas en energie hangt vier met carnaval de regie. Allah! Doe hem nog één keer, want hij ging niet zo goed. Iets strakker. Iets strakker. Kom maar. Je moet meer power, hè? Oké. Goed. Vier aan het hart op de richtige plek. Daarom zijn de vier vrouwen ook zo gek. Met spas en hier veel energie hangt vier draai met carnaval de regie. Allah! Oké, ja, we zien nog vroeg in het seizoen, het komt goed. Bumper! Oh, dat waren we al. Ja, dat waren de bumper. Dat waren de vrouwen, terug door in de man. Henk Over! Hey! Ik heb vandaag één liedje voor je metgenomen, maar wel in drie verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering van het liedje is, niet echt een vaste loversliedje, maar wel een liedje wat iedere Limburg kent. Het is een liedje en ook een pleitje, daarom moet je een beetje voorzichtig zijn, uit 1956. Als ze hem kent, mocht ze met zingen. De eerste wat mensen kreeg van mij een gratis speelsje. Wie ik nog een jongske was, zo van de jorossus. Oké. Toen vong ik heel van alles aan en leed ik niks met rust. Het is Frits Rademacher met een plaat en ook het singeltje denkt aan 56. Iedereen denkt dit het wie ik nog een jongske was, toch? Maar ze heeft het niet, het heeft het huikske. En Frits Rademacher, daar woon je in Zittert en hij door een hoes. En Roy is wie dat hoes hadde. Het huikse, ja natuurlijk. Nou, oké. Geen vaste lover, wel aan de metzingen. Maar, wie dat altijd geeft met heerlijk goeie platen. Er zijn ook altijd artiesten die denken van, dat is een leuk nummer. Ik wil ook graag een pleitje uitbrengen. Ik gewoon dat zelf niet schrijven. Ik gewoon dat ik weer mijn eigen vers wil maken. En zo dicht ook Valsplat. En Valsplat is een band uit Geleen. En Valsplat zet erom bekend dat ze Rolling Stones covers maakten. En die hebben het klaar gekregen om dat liedje van Frits Rademacher in een Rolling Stones jasje te doen. Komt er, hè? Je begon ze nog weer. Wie ik nog een jongste hoor. Wie ik nog een jongste was, met krullend haar zo van de jaren. Ja. Maar maak er een kleine priestrok van, niet voor ucht toes, maar voor ucht hier. Wem werd wie het origineel van de Stones het? Ja, helemaal goed.
Helemaal goed. Nou, en dan gaan we nog weer. Ik heb namelijk ik doe het niet graag in deze rubriek, maar toch een cd'tje meegenomen. Want ook uiteindelijk komt er in het jaar 1987 nog een versie uit van het Huikske gemaakt door Tony Meijzen van de WW-band. Op vinyl. Het had ook het Huikske en op de achterkant stond het hoekje. Voor jezelf niet zo goed. Maar en uiteindelijk is het ook op cd uitgekomen in het jaar 1996. En dat klinkt zo, hè. La 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 la, doe hem, oké, let op, hè. Kant op. En? La 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 la. 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 En weg. Dankjewel voor het meedoen. Dit waren weer drie leuke plaatjes. Tot de volgende keer. Ja, en is hij Fabrizio? Fabrizio! Ja! Fabrizio! 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 Buongiorno. Oh, onze Maastrichtse Italiaan of Italiaanse Maastrichtse, nee, wat worden we alweer? Rimini, ja. Rimini ben ik geboren, Rimini. Ja, ook Italiaanse toestanden bij de Shane Craft Company, de laatste tijd. Wat vindst u ervan? Is er geen aan de hand bij de Shane Craft Company? Heb ze niks metgekregen in Italië? Ik volg alleen maar Rai Uno. Rai Uno. Rai Uno, ja, dat is een slechte bron. Mijn leven draait alleen maar om amore. Och, het is toch een lekkere zuut, hè? Er is maar ook kritiek op tegen. Is dat zo? Jos en Venlo. Dan zeggen ze, dat is geen echte Italiener. Die speelde een roken, zeggen ze dan. Ben je bereid om te testen of tegen een echte Italiener is? Si, sono pazzo per te. Oké. Waar leed Rimini? Was je geboren bij Fabrizio? Ja, zie je. Even checken. Ja! Hallo, we doen we mijn geboortestad. Oké, okay, dan gaan we het hebben over Italiaanse eten, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat zit er niet in een pasta puttanesca? Kijk naar de beelden. Zijn dat asperges, knoflook of tomaten? Tomaten. Dat weet ik niet. Iemand vindt alleen maar silicon carne in Italië. Dat is een goed misverstand. Maar pasta is gewoon niet. Dat is wat toeristen in Maastricht van hebben gemaakt. Ja, dat ze deze goed hebben. Wie leidt de grootste maffiaclub? Is dat Ron Aspers van het LVK? Is dat Don Corleone? Of is dat Jos van Rij? Even kijken. Jos van Rij. Ja! En dan tot slot de laatste opdracht. Gaat met muziek te maken. Maak dit liedje aan. Dat kent ze vast. Het is een klassieker, een Italiaanse klassieker. Hij is geslaagd voor de Italianen test. Wie zegt ze in het Italiaans bumper? Bumpero. Ik heb hard gezocht, maar iedereen is vandaag prachtig verkleed of ze houden zich verdekvormig. Ik heb hier een fantastische kleierkast met prachtige kleedjes die niet meer gekruiken, want het is ook het luxe segment. Ik ga niet meer zoeken en niet verkleiden. Dus als ik hem nog vind voordat Fabrizio klaar is, dan gaan we even verkleiden. Jolien, wie had ze ook alweer op de bühne staan? Ja, is er. Wie is hier alweer? Fabrizio. Oh, Fabrizio. Fabrizio! Hey, ragazze. Ragazzi Italiano. Ik weet niet, kunt je allemaal een beetje hakken? Kunt je allemaal hakken? Die wat kan hakken, die mag op de bühne erbij komen staan. Want die makers kunnen ook. 1, 2, de zingen! Ik zing hem die gaan loop. De keizer nu al gaan in wie. Routine koop. Al geert dan niet zo snel. Dus ik schroef het tempo. Wow, wow. Mijn vriendjes zingen achtergrond. Dat klinkt niet altijd zoen. Maar dat pik ze voor later wel.
tune. En als de beat begint, dan zingt de ganse band. Zing het! Door de knieën. Want het is misschien een beetje stelte voor de vaste lopend storm. Maar dadelijk tel ik tot 2 en dan gaat de ganse tent kapot deze. Zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. 1, 2, springen! Oh, yo. Maar nu plaats maken, want we spelen de Prinsenquiz! Met de prinses, althans de prins Michel, sorry. En ik had keer prins Dilano er ook bij. Prins Dilano, kom plat, kom wat boven op, kom stond. Je ziet nog wat kleiner, gang stond. Ja, goed zo, even die rust bewaren. En nu bewegen, kom maar, bewegen. Hoeigheid Stefan van de Slijbuik, geen mogen me even helpen, want het is pas 10 jaar, nog geen 11. Ze kunnen bewegen. Ja, goed zo, kom maar, goed zo. Ik stel vragen, geen geef antwoord. En einde van nog wint de opperprinsenmedaille van vandaag. Eerste vraag, dit is de prins van dit jaar van Kessel Eik. Wie heet hij? Piet. Wie? Piet? Je moet helpen, help dan. En bewegen, kom op. Wie heet hij? Piet. Piet. Is fout, is Rob. Oké, we gaan kijken wie de prins van het Jolleveur in Kessel Eik van de Eikaters is deze. Wie heet hij? Rob. Wie heet hij? Rob. Dit was inderdaad ook prins Rob. Bizar. Oké. Nee. Maar nu kunnen we nog de prins van het Joel Doffer in Kessel Eik. Dat is deze prins. Wie hoort hij? Ook Rob. Ook Rob? Rob. Dit was inderdaad ook prins Rob. Yeah. Wie? Maar het buurt bizar. Dit was de prins van het Joel Doffer. Wie hoort hij? Rob. Nee, die hoort Geert. Joh, alle punten kwijt. Goed. Volgende vraag. We gaan een liedje uit Ami huren. Belangrijk is dat de Slijbuik niet meezingen, want dan geven we het weg. Dit is de tekst en we gaan het liedje huren. Laat maar komen. Het lief lied van Ami. Vastelovend in Ami is geweldig. Niet zingen. Vastelovend in Ami is oké. Bewegen. Vastelovend in Ami niet te missen. Let op. Vastelovend in Ami is oké, want dat rijmt. Vastelovend in Ami kan niet zonder. En ook kumpen. Vastelovend in Ami. Maak af. Is oké. Is oké. Hij wordt twee keer gehad, hè. Is oké. Okay. Is oké. Okay. Wat is het? Is oké. Okay. Okay. Wat een creativiteit hier in Ami. Fantastisch. Bewegen. Creativiteit in Brabant bestaat vooral uit kopiëren van iets wat al gekopieerd is. Dit is de Brabantse Fabrizio. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Geen paraplu meer, wat een rondweer. Doe je handen omhoog. Oké, okay, dus het coupletje in het... Oh ja. Kom, doe het op een bewegen. Het coupletje heeft de eind op eind vertaald. Maar voor de refrein heeft echt een fonds, heeft iets bedacht. Heeft iets slums bedacht. Heeft net zoveel lettergrepen als routewissels, maar het is Hollands. Wat is het? Ruitenwissel. Toeteren. Ja, bijna. Toeter. Iets met toeter. Oké, okay, ruitenwissel of toeter. Laat maar komen. Ruitenwissel. Ruitenwissen! Origineel man, 8-0 voor dicht. Oké, okay, we kregen nog een vraag. Een vrouwelijke prins, ja, die meenen dat ze alles kunnen. Die meenen dat ze mee kunnen presenteren, dat ze prins kunnen weren, dat ze kunnen tappen. Vrouwen meenen ook dat ze kunnen kogels stoeten. We hadden een man geweest, die had 55 meter gegroeid en toen kwam gestoeten en toen kwam deze mevrouw. Kijk, 55 meter had de man. Wie komt de vrouw?
60. 60. Dat zag ik al 60, maar zo'n anders. 50. 50, heel goed. Oké, begon kieken. 50 of 60 meter. Let op, de kumpen. Ja, oh! Ah, is. Doe hem op bij 50. 20-0. Laatste kans. We hebben de us, de us, dat is een. Sorry? De os, dat is een. Een deer. Een beest. Neem nog eens een ander beest. Een verreke. Neem nog eens een beest. Een koe. Nog een beest. Peert. Een peert, dat is ook sterk. We hebben de laatste vraag over, een peert. Kijk, deze man loopt achter een peert aan onder een optocht. En dan ga je hem aan de vod kriebelen. Nu kan iedereen zich voorstellen wat er dan gebeurt, maar hier gebeurt iets verrassends. Duidt die man zich pien, of toch niet? Nee. Nee, oké. Okay. All of nothing. Ja, of nee? Wel. Wel, we gaan kijken. Duidt die man zich pien bij de peert. Even checken. Ja! 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 Dames en heren, we hebben een winnaar, de jongste winnaar ooit. En het mooiste is, de medaille wordt uitgereikt door de enigste vrouwelijke prins van Limburg. Geen meer gemoed reiken. Applaus voor de jongste winnaar ooit. Ja, bumper. Ja, tijd voor weer een vrouwelijk element in het programma. Anne uit Rotterdam. Anne kondigt de vastelovend aan. Is vanavond in Koningsbos, in de Bush. Hou een prinsenhoes ontdekt. De vraag is de harmonie al binnen, Anne? Oké, jongens. Hallo? Hallo. Wij komen voor de prins. Ik zal hem eens heel even. Heel graag. Hallo. Prins Erik, ja. Of niet? Ja, dankjewel. Ja, de enige echte. Ja. We zagen het pak zagen we al hangen. Ja, het pak hing al. Pak hing al klaar. Ja, hij wilde je eigenlijk een vraag komen stellen. Ja, tuurlijk, kan. Mogen wij hier de vastelavond komen inluiden? Altijd. Van. Nu weten ze het helemaal! En hoe gaat het dit jaar worden? De beste vastelovend wat we ooit op de Bush gehad hebben. Vastelovend samen! Jongens, biertje! Veel plezier vanavond met Anne en met de Joekskapel. We gaan het hebben over de show van Fabrizio. Hele bijzondere show, carnavalsshow. Zijn gemaakt door Carlo Meulenhof uit Maastricht. Carlo, leuk dat ze er bis. Doe bis, Sjoensmerker, dat deze al joren. En ineens kreeg ze vorig jaar een ingeving en dacht ze, ik moet roetgeel groene schoen van maken. Vertel op, waar komt dat vandaan? Ja, ik ontwerp verschillende schoenen van allerlei kleurcombinaties. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet eigenlijk het neus voor de carnavalsetalage bedenken. Toen dacht ik van ja, wie zoen heet roetgeel en groen, dus vandaar. Ja, en ja. Het woord is voor de etalage, maar inmiddels loopt het stil. Ja, inmiddels komen wekelijks wel leuke vragen van, ja, ik wil ze bestellen, wie zit het? En ook af en toe komen artiesten en dan bedenk ik dan ook geen leuks voor, zeg maar. Dus. Ja, wie hebt ze zich laten inspireren bij de show van Fabrizio? Vertel eens wie dat creatief proces in zijn werk is gegaan. Ja, ik heb Fabrizio natuurlijk verschillende keren live gezien en ook nog eens in kostuum gekeken. Op een gegeven dacht ik van, ja, wit brilje, de mot gaat van toetoen kleurige schoen wurven ontworpen. Dus hebben we een zwart witte vorm gemaakt, zeg maar, echt van de jaren 30. Ja, en hier is dus niet de enige, je hebt foto's bieden ja, van Angel Grootheden. Ja, ik heb voor de bekende artiest uiteraard Frans Teunis gewoon een schoen ontworpen. Misschien kent je hem wel.
Frans Tunis geen verallicht. Ja, de schoen bedoel ik. Ja, de carnavalskleuren ook een zoveel werk. Hou hem even omhoog, Carl, en ik kan hem allemaal zien. Ja. Ja. Door naar de camera, ja, perfect. Met ook zijn enorme achter, met het Maastrichtse sterke natuurlijk. Ja. Dus, er is dus ook maar echt maar één paar van. Ja, Frans de enige, zeg maar. Dus, en nog een andere schoen. Ja, ook voor verenigingen maak ik schoen, of ontwerp ik schoen. Dit is voor de Vos van de Kimmeleers. Dus ze doen een zwarte laksel aan het logo van de Kimmeleers en ook de naam van de Vos, Stefan. Dus ja, goed. Het kan alle kanten noemen. Nu maak ze op maat gemaakte schoen. Ja. Die zijn niet goedkoop. Denk ik, wat moet ik ongeveer aan denken qua prijs? Rond de 300 euro. Ja, nu vroeg ik me toch af. De gisteren carnaval vieren. De beste werd in een grote rotzooi. Ja. Waarom zou ik een godsnaam schoen van 300 euro aandoen? Ja, ik denk, het zijn echt voor de diehards die zeg maar alles al hebben en die het gewoon hartstikke leuk vinden. Maar ik denk niet dat ze echt geschikt zijn voor op stap te gaan. Maar meer voor prinsenballen en dat soort dingen. Het gala. Dat zijn, ja, gala's. Dat wat is het gekste verzoek wat ze ooit hebt gekregen? Nou, ik heb eindelijk keer in de kastelein zeg maar achter de tap op zijn zijkant gezet van de schoen. Ja, dat was wel vrij uniek. Okay. Ja. Denk ze dat ze de landkaart van Venlo ook erop kunnen zetten voor Frans Volks voor volgend jaar? Ja, Venlo moet nog wel lukken, ja. Oké, okay, dan is dat geregeld. Kim Vergouw, u verschakelen naar Frans in zijn gymschoen voor de foto van de dag. Op kosten van de belastingbetaler moet ik dan toch hopen. De foto van de dag, het is tijd vandaag op Facebook. De zien we door nu links of rechts. Enige idee wat de man met de schurk en met de spinazie zit, Fabrizio? Ja, ik zit in zo de bril. Jo, maar je kent het op Facebook, weet Facebook L11. Alla, Fabrizio, maak eens plaats, want we hebben nog meer artiesten vandaag. Ja, Bjorn en Mieke, zit je er klaar voor het LVK? Zit je er zenuwachtig? Nee, nog niet. Nog niet. Nog niet? Alles onder controle nog. Ja, echte profies, hè? Ja. Je hebt een enorm grote fanbase. Ugleetje, duizend sterren, LVK-nummer, is meer dan 125.000 keer, of bijna 125.000 keer, bekeken. Dat moet toch een goed gevoel geven, of niet? Dat zien we niet gewend, nee. Het jammer is, dat liedje kon ze niet zingen nu, want dat mag niet. Wat gaat je wel zingen? Hier, van Vurgo, LVK. Geweldig. Bjorn en Mieke! De vaste loven brengt ons hier. We maken de verhalen. Te merken als kunt halen. We missen niks van ieders. We leven weer het hier. Hier is het te doen. Hier is het te zien. Hier kan weer wat beleven. Wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen. Hier willen we zien. Wat je hier ziet. Zie de nergens. En nergens anders niet. Dat kan maar niet maar meer ons hier. We maken de verhalen. Te merken als getalen. We missen niks meer leaders hier. We leven weer hier. Hier is het te doen. Hier is het te zien. Hier kan weer wat beleven. Wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen. Hier willen we zien. Wat je hier ziet. Zie de nergens. En nergens anders niet. Hier kon weer wat beleven, wat je
en een Italiaan, Fabrizio, toch? Ja, ik geloof hem. En hier natuurlijk is gewoon het aan. Ja, maar was je door, ja. Kijk, of jij ook zo'n schoen aan hebt. Ja, maar wel, komen dus Thij en Marij en de winnaar van het kinder-LVK. Ja! En de lange kwatser. Oh ja, natuurlijk. En dadelijk ook nog. Oh ja, lange kwatser geloof. Ah, ja. Lange kwartsoor. Mensen, vorige week mijn oor af. Dag ik. Ik gon eens even het stadje in. Niet met de auto, niet met de fiets, maar met de bus. Dus ik loop vanuit de Vossen nog een blier ik naar de bushalte. Stijt door Gerard. Ik ken Gerard een beetje, maar ook weer niet. Maar goed, we komen aan de proot. En ik zeg Gerard, waar ga je heen? Ja, zitten. Ik gon naar Schiphol. Ik zeg tof. Wat ga je ze doen dan? Ja, zitten. Ik ga op huwelijksreis naar de Bahama's. Ik zeg te gek. Ik zeg, maar waar is die vrouw dan? Ja, zitten. Die zit toes. Ik zeg, waarom zit die toes? Ja, zitten. Die is al een keer op de Bahama's geweest.